werkt al blijkbaar andere plannen dan ons in het echt verbinden. En we moeten nu terugkomen op 19 april. Nog even een momentje op mijn vertrouwde plekje op de heuvel om eventjes te ontspannen. Want over 2 dagen is het zover. Dan gaan we weer terug naar Masaka, naar de rechtbank. En er zijn nogal wat dingen veranderd. Zo is de advocaat in het buitenland. Hebben we een nieuwe rechter waarvan we niet weten wat voor type het is. De andere was wel bekend en hadden we goede hoop voor. En ook binnen de familie van de kinderen is er wel wat aan de hand. Dus ik heb echt geen idee hoe alles gaat lopen. En ik kan niet zo goed tegen die onzekerheid. Maar we gaan het zien en we hopen gewoon op een goede afloop. Dus duimen allemaal.